Deze beschouwing die is ter ondersteuning van het grote wereldschokkende CO2-experiment Global Warming onderzoek. En dan ga ik in deze beschouwing in op de achterliggende feiten over de relatie tussen koolstofdioxide en de wereldwijde opwarming. Want in dat experiment gaan we aantonen dat dat niets aan de orde is. En we vinden het natuurlijk wel belangrijk om dan van tevoren zeker te weten dat we gelijk gaan krijgen. Want anders noemen we het experiment voor niks. Als wij gaan aantonen dat er wel een relatie is tussen CO2 en globale opwarming, dan, ja, dan kunnen we net zo goed het experiment niet doen. Want dat gelooft momenteel iedereen al. Ik pak even mijn thee erbij. Nou, dan heb ik dus even. Heb ik voor jullie wat dingen opgezocht. En als eerste heb ik erbij gepakt een website van Gary Novak. En dit is een website van die aan onze kant staat. Om het zo maar even te zeggen. En die man die zegt dus, global warming lacks common sense. Wat zoveel betekent, het globale opwarming, dat volgt niet uit het boerenverstand. Dat is niet normaal. En deze man, zoals je kan zien, maakt gebruik van korte stukjes tekst. En ja. En dan goede grafiekjes erbij, met allemaal duidelijk te lezen zijn. Ik ga niet alles opdreunen van deze heren. Maar dat ik het even weet. Dit stukje ga ik uitleggen. En dan, dit is ook van hem. Dezelfde website. En dan ga ik dit grafiekje even uitleggen. Wat hiermee bedoeld wordt. Dit snap ik allemaal. Het is allemaal lekker simpel Engels. Gewoon lekker to the point. Deze grafiek die heb ik gevonden op Wikipedia. Die ga ik zo dadelijk uitleggen. En dan dit gebeuren. Dit is een website die is dan zeer geavanceerd. Met een live lopende teller. En die dan aangeeft het aantal Hiroshima atoombommen van warmte sinds 1998. Dus we hebben 2.808.347.456 Hiroshima atoombommen. Maar er zijn er nu alweer 7 bijgekomen. Nou, deze is een idioot. Deze man is gek. Maar hij weet wel een hele nette website neer te zetten met allemaal features erin, zoals die pop-ups. Als je hierboven gaat hoeveren, dan komt er dus een dingetje in beeld. Zie je dat? Er komt ook een dingetje in beeld. Dat is niet voor jullie. Dat is mijn cursus Hebreeuws. Maar overal bij, dan kan je ook. Ja, ga weg. Ik ben bezig. Kst. Oké. Ga ik zo dadelijk wat doen, hè? En dan kan je overal overheen hoeveren. En dan krijg je meerdere dingen te zien. Dit is niet standaard. Dan kan je ook nog username, password, kan je nog inloggen. Je kan nog aanklikken dat je logged in wil blijven. Dan heb je hier nog doorklik dingetjes. Nou. Hier nog iets met reclame. Dat is een hele officiële website. Wat wel apart is aan deze website, is dat er zit hier bijvoorbeeld een linkje in. Wat hij zegt in dit hele lange tekst allemaal, met opgeblazen taalgebruik. Van overweldigend en diep doorgedacht en wup. Dan staat hier,
de berekeningen op basis waarvan dit essay is opgesteld kunnen gevonden worden in de presentatie die. Hè? En dan staat eronder linked at the bottom of this post. Daar gaan we zo dadelijk even kijken. Maar laten we even hierop klikken. Oké, dan gebeurt er dit. Helemaal niks dus. Hè? Het is een niet bestaande link. Jammer, maar helaas. Dus de berekeningen waar dit artikel op gebaseerd is, die hebben we even niet bij de hand. Maar laten we even onderaan het verhaal kijken. Daar wordt namelijk hier gerefereerd aan twee heren, met name aan twee heren. En die heten Stull en anderen. Hier, daar staat hij, Stull et al. Et al betekent en anderen. Beetje uitvergroten. Stull en anderen. Daar staat hij. Ja? Dan gaan we onderaan kijken. Daar staat hij. Stull, Wyatt en Plas. Maar hier kan je niet klikken. Hier dan? Staat er wel, maar ik kan het niet klikken. Maar ik ben ook niet gek. Dus dan doe ik dit. Hoppakee. En dan ga ik hier naartoe. Dan doe ik zo. Hoppakee. En dan krijgen we hier iets. Kijk, daar hebben we hem. Nou, dat is toch mooi. Hè? Zijn we er toch gekomen? OSA Publishing. Nou, dat is mooi. En dan zeggen we, nou, dan willen we het hele artikel zien. Hè? En dan staat er hier, ja, om het artikel te zien moet je inloggen of je moet betalen. Ja. Maar als je nou gaat inloggen, dan wat dan? Huh? Ik heb geen inlogaccount. Dus ik kan niet inloggen. En dan Open Athens login. Ik zou niet weten hoe dat moet. Ding is China login. Daar weet ik ook niet hoe dat moet. En dit is de wet op de privacy dingen. Nou, dat zegt me ook helemaal niks. Dus ik kan helemaal niet inloggen. Dus deze link die hier staat, dat slaat nergens op. Die had net niet hoeven doen. Dan moet je betalen. Ja, hoezo ga ik betalen voor iets waarvan ik niet eens weet wat erin staat? Ja? Ga ik er niet voor betalen? Dat is een onzin. Ga ik die andere even doen? Die heb ik nog niet geprobeerd. Hoor. Maar dat is dan denk ik, dat is ook weer OSA Publishing. Ja. Nou, hetzelfde verhaal. Nou, dan wil ik een PDF van het artikel hebben. Ja, hier. Dan moet je inloggen of je moet betalen. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. En dat is dus deze man. Hè? Ik had je al even bij moeten zeggen. Hierboven had eigenlijk direct het linkje op kunnen nemen natuurlijk. Naar die OSA. Want daar kan je het vinden. Maar dan moet je wel betalen. En waarom moet je dan betalen? Eigenlijk. Waarom is dit niet van ons allemaal, dit onderzoek? Het gaat toch om het redden van de aarde, of niet? Maar goed, voor het artikel zelf wat we hier nu zien. Kijk hoor, en dan hier, kunnen we hier nog klikken? Dit is wel het praatje, toch? Nou, die doet het hier dus helemaal niet. Oké. Okay. SNGWPPT6. Dat was toch dat praatje daarboven? Ja, hier. GWPPT6. Hier doet hij het wel. In die zin dat hij hier aangeeft dat het not found is. Maar al die andere referenties aan het praatje, die doen helemaal niks. Maar dit hebben we dan wel. Dat heeft hij wel voor elkaar gekregen. Dit plaatje. Hè? Maar wat is dit nou? Ik kan dit niet eens lezen. Ik kan hier nog net lezen dat het... Hier staat experimental. Wat eronder staat kan ik echt niet lezen. En daar staat theoretical. Ja, volgens welke theorie dan? Dat wil ik echt niet weten. Hier staat iets, dat kan ik helemaal niet lezen, die verticale as. Ik kan nog net onderscheiden, hier staat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Best, maar ik weet niet wat. En hieronder staat iets en het lijkt mij dat hier 500 staat en daar 700 en daar 900, denk ik. En dat is wave, denk ik dat hier staat. En nog een beetje inzoomen. Ik denk wave. Gok ik. Maar wat erachter staat, weet ik echt niet. Is niet te lezen.
Nou, dat is dan de tegenpartij. Die denkt er zo mee weg te komen. Dan heb ik er ook nog eentje voorbereid. En dat ben ik dan zelf. En dat is deze. Dit artikel. Klimaatpaniek en de feiten. Ja, en dan lees ik even één alineaatje. Dit is hoe het moet. Hè. We beperken ons tot de situatie in Nederland en tot het probleem dat de CO2-concentratie zou opleveren voor de temperatuur en de zeespiegel. We gaan uit van de gegevens van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI, en Rijkswaterstaat van Nederland, RWS. En voor de rest van het artikel gebruik ik ook die twee afkortingen. Zo hoor je dat te doen. Nou, de CO2-concentratie stijgt, zeg ik. Deze concentratie wordt onder andere gemeten op Hawaii sinds 1959. Het KNMI gebruikt deze gegevens. Dat heb ik van hun website gehaald. En dan staat hier bron 1. En daar komt dit grafiekje heb ik ervan uitgehaald. Nou, dan ga ik hieronder bespreken wat er in die grafiek verteld wordt. Nou, die grafiek is allemaal goed te lezen. Hè? Want anders moet je die grafiek niet gebruiken. Dit is dus een mooi leesbare grafiek. Met rood en blauw kun je ook nog maar goed zien. Volgende pagina. Even kijken, dan lees ik even weer voor. Hieronder staan de jaargemiddelde temperaturen in de beeld, gemeten door het KNMI sinds 1901. Dat is bron nummer 4. Dit grafiekje heb ik zelf gemaakt in OpenOffice. Nou, dit staat een beetje klein, maar als je inzoomt, dan kan je dat wel lezen. Zie je dat? Hier staat Fx is 0,02x. Dat betekent 0,02 graden Celsius per jaar. Nou, dit is de temperatuurstijging gemeten in de beeld in Nederland. En dit is de temperatuurstijging gemeten, deze, op dezelfde locatie. Maar dan betreft het alleen maar dat allerlaatste stukje. En dan zie je dat het dus hierom gaat. Dus dit zijn de laatste 20 jaar. Dus bijna niks. Hier is geen stijging. De laatste 20 jaar is de temperatuur dus niet gestegen. En dat kan je onder andere aan die rechte lijn zien. Dat is dan Fx is 0,01x. Dus 0,01 graad stijging per jaar. Maar die R-kwadraat, die kan ik nu niet aanwijzen, maar die R-kwadraat die is 0,02. En dat is de correlatie. Die correlatie is zo goed als 0. Nou, dat is dus 0. Kortom, er is geen correlatie tussen de toename van het jaar, dus dat het steeds verder in de tijd gaat, en de toename in de temperatuur. Er is geen correlatie tussen die twee factoren. Het houdt geen verband. Nou, dit is dan een grafiekje van Rijkswaterstaat. Dat geeft de zeespiegelstijging aan, of het geeft de hoogte van de zeespiegel aan sinds 1880, 1890, tot en met nu. En dan kan je zien dat die zeespiegel stijgt. Dus 1,7 mm per jaar stijgt die. En dan zie je er ook, een beetje inzoomen, je ziet hier dat in het hele lichte blauw is de onzekerheid van de trend aangegeven. En dan zie je dus rondom die lijn een beetje van het lichte blauw. Dat is de onzekerheid van de trend. Nou, die onzekerheid is dus vrij klein. Dat betekent dat de R-kwadraat die je hier ziet, de correlatie, is vrij sterk. We kunnen rustig stellen dat de stijging inderdaad 1,7 mm per jaar is. En bij de bodem bij ons die daalt met 0,2 mm per jaar. Dus ten opzichte van de Nederlandse bodem stijgt de zeespiegel met 1,9 mm per jaar. Maar daarvan komt dus 0,2 mm doordat we zelf aan het zakken zijn. In Oslo, Oslo en Stockholm, by the way, daar is de omgekeerde situatie. Zowel Oslo als Stockholm zijn aan het stijgen, dus die hebben last van een dalende zeespiegel. Nou, dit zijn dan de pagina's met de gegevens. Hè? Dus dit is de CO2-concentratie, dit zijn de temperaturen, dit is de zeespiegeltoestand. En dan komt hier de conclusie. En de conclusie is, de CO2-concentratie stijgt, maar is nog ver onder de grens waarbij het giftig wordt. Een hogere CO2-concentratie is goed voor de plantengroei. Nou, dat is fijn om te weten. De temperatuur en de zeespiegel stijgen, maar niet grillig en steeds sneller, zoals de CO2-concentratie dat wel doet. Er zijn dus ook andere factoren die de beiden beïnvloeden.
Voor de zeespiegel geldt dat deze al steeg toen de CO2-concentratie nog laag was, want die steeg al aan het begin van de 19e eeuw. Ook dit doet vermoeden dat de CO2-concentratie niet de enige factor is die de zeespiegel beïnvloedt. De stijging is voorlopig geen probleem voor onze waterkering, onze dijken zijn voorlopig hoog genoeg. De stijging van de temperatuur met enkele graden is niet nadelig voor het leven in Nederland en ook goed voor de plantengroei. Ja, dat is de conclusie. Meer is er niet aan de hand met het klimaat. Dus eigenlijk, maar mag je... Ja, die stijging van de temperatuur is goed voor de plantengroei. En die CO2-concentratie is goed voor de plantengroei. Dus dat is dan ook gelijk weer het probleem wat dan mensen dan weer gaan lopen brullen. Want dan gaan de planten op de verarmde zandgronden, die gaan dan ook weer harder groeien. Tenminste, daar komt dus meer stikstof en zo. Dan krijg je daar meer plantengroei. En dat willen ze dan niet, want ze willen die arme gebieden willen ze graag plantenvrij houden. Ja, en dat wordt dan dus wat moeilijker. En de bronnen staan erbij en die werken ook allemaal. Dus CO2-concentratie klik je hier. En dan kom je hier. En dan sta je hier, vind je die grafiek. En ze werken ook allemaal. En dus de temperatuur in de beeld, die staat dus hier. Nou, dan heb je hier de temperatuur in de beeld. Je kan het zelf, als je dat wil, kan je het zelf naar gaan aanrekenen. Stikstofdioxide heb ik er even bijgepakt. Ik heb hier dit artikel. Dat is een pdf. Dingen van de reclamefolder of wat dan ook. Het gaat over kunstmest. Hoe laat je planten groeien? En dit is het ding van Rijkswaterstaat. Op de website van het Compendium voor de Leefomgeving. En daar is de grafiek. Kijk, zo moet je dat doen. Ja. En niet zoals deze meneer dat doet. Met een hele rare, bijna onleesbare grafiek en teksten eromheen. En ik heb geprobeerd om dit te lezen, maar dit is niet te lezen. Hier introduceert hij een begrip dat heet NL gedeeld door V. En dan legt hij uit dat L, dat is de lengte van het pad. Ik denk, ja, welk pad? En N gedeeld door V, dat is de concentratie. Dan denk ik, ja, N gedeeld door V, wat is dan de N en wat is V? Echt geen flauw idee. Dus. Nou, dit is het liegwerk wat er aan de hand is. Hè? Nou, dat ik het weet. Moet die allemaal wegdoen? Die kan weg, die kan weg. Al die artikelen waar ik voor moest betalen, daar hebben we toch geen zin in. Dit hoorde van mij, loopt dus de kunstmest, doen we ook weg. Ja. Hebben we hier een hele leuke. Dit staat op Wiki. En dit zijn twee grafieken door elkaar heen getekend. En die ene grafiek die stelt de mondiale temperatuur voor. Nou, de temperatuur in Vostok, dus ergens in Rusland. En die is afgeleid aan de hand van monsters die ze hebben genomen uit de ijslaag al daar. En dan kunnen ze de temperatuur, dan kunnen ze vertellen hoe warm het was zoveel honderdduizenden jaren geleden. Nou, vraag me niet hoe ze dat gedaan hebben, maar op Wiki staat dat ze het gedaan hebben. En dat is de blauwe lijn, dat is de temperatuurvariatie in graden Celsius. En die groene lijn, dat is de CO2-concentratie. Nou, hier zie je dus dat dat het 400.000 jaar geleden was het nogal warm. En toen is het in stapjes steeds kouder geworden. Dan zit je hier en dan zitten we inmiddels 100.000 jaar verder ongeveer. Zie je dat? Bijna 100.000 jaar verder. Want deze schaal, dat moet je uitdrukken in honderdduizenden jaren. Dus van 0 tot min 1 is 100.000 jaar. En van min 1 tot min 2 is ook weer 100.000 jaar. En van min 3 tot min 4 100.000 jaar. Van min 3 tot min 4 is ook weer 100.000 jaar. Nou, en je ziet dus in de afgelopen 400.000 jaar, we zitten nu in een piek. En dan 100.000 jaar geleden was er een piek. 200.000 jaar geleden was er een piek. 300.000 jaar geleden was er een piek. En 400.000 jaar geleden was er een piek. Dat zie je. Dus we zitten nu in de 1, 2, 3, 4, 5e piek.
Nou, en dan zien we ook nog dat die blauwe lijn die de temperatuur aangeeft, die loopt vooruit op de groene lijn. En dus hier begint de blauwe lijn al te zakken. En die groene lijn die gaat pas later zakken. Dus als je op dit niveau kijkt, zo even de... Dat is toch wel een leuk dingetje dit, hè? Als je dit ding erbij haalt. Ja. Dan zie je dus, hier zit een tijdsverschil tussen. Dus hier was die blauw al aan het zakken, maar dit was dat groen nog heel hoog. En een hele tijd later komt dat groen erachteraan kakken. Zie je dat? En dat scheelt dus 20, 30, 40.000 jaar. Dus die CO2-concentratie die volgt het dalen van de temperatuur. Nou, en dan gaat de temperatuur stijgen. Ja? En dan gaat de CO2 lekker gelijk meestijgen zo'n beetje. Dus ja, hier begint de temperatuur te stijgen. Zie je dat? Ik ga eventjes hier draaien. Hier begint die temperatuur te stijgen. Oh, oké, dan zie je dus... Daar zie je... dan gaat hier die CO2 bijna mee. Zie je dat? En dan gaat bij het zakken... zie je dat die CO2 weer langzaam in elkaar zakt. En dan bij het stijgen... Ja, dan loopt die CO2 bijna gelijk mee. Maar bij het zakken... loopt die CO2 erachteraan. Als de temperatuur omhoog gaat... loopt de CO2 bijna gelijk mee. Hier zie je dat bijvoorbeeld. Ja. Hier gaat hij vrijwel gelijk met de temperatuur op. Hier ook. En hier loopt dus de CO2 en de temperatuur... die lopen vrijwel hand in hand. Maar als de temperatuur gaat dalen... dan blijft de CO2 nog een tijdje hoog. Zie je dat? En dan gaat de temperatuur al dalen. Dus hier is de CO2 hierbovenaan. Even in dit stukje wat ik nu aanwijs. Ja, daar is de CO2... gelijk gebleven, terwijl de temperatuur zwaar aan het dalen is. Zie je dat? En pas na een tijdje begint de CO2 dan ook te dalen. Nou, daar kan je natuurlijk wat aan afleiden. Hier leid je twee dingen uit af. Namelijk als eerste dat de temperatuur op aarde in de lange historie van honderdduizenden jaren, volgens die jongens op Van Vostok dan, hè, varieert de temperatuur dus enorm en zit er daar duidelijke cycli in. Met dat het dan heel warm wordt en dan wordt het... En dat die, vooral wat je ook kan zien, als het warm wordt, wordt het heel snel heel warm. Dus in een vrij korte periode stijgt de temperatuur dan enorm. En dus hier dat kleine stukje, kijk, dat gaat bijna keihard zo omhoog, zie je dat? Een klein stukje. Terwijl als het daalt, dan is dat een veel breder stuk. Dus het gaat hier in een vrij korte tijd. Zoop, zie je op maximum en dan... Dan zak je in elkaar. En dan... Zoop, ga je hoog en dan... En dan... Zoop, zit ik weer heel hoog. Dus het stijgen, dat gaat dus heel snel. En het dalen gaat dan heel langzaam. Nou, dat zeggen ze in Vostok. Nou, en aangezien je ziet dat de CO2... terwijl die nog hoog is, dat terwijl de CO2 nog hoog is, de temperatuur al kan gaan zakken. Dan zie je dus dat de temperatuur lekker doet waar die zelf zin in heeft. En dat die dus kennelijk niet afhankelijk is van de CO2-concentratie. Want anders zou de temperatuur altijd de volgende zijn, degene zijn die volgt. Dus dan gaat de CO2 omlaag en na een tijdje gaat dan de temperatuur omlaag. Maar hier zie je het andersom. En bij die stijging van de temperatuur gaat het bijna gelijk op. Nou, en wat je natuurlijk ook weet is dat de menselijke activiteit... die is, ja, wanneer is die begonnen? De Romeinen die Europa binnenkwamen, als we dat zien als het begin van de echte activiteit in Europa... Ja, dat was het begin van de jaartelling. Dat is 2000 jaar geleden. Dus dat is in deze grafiek, waarbij dus dit 100.000 jaar is. En dit, moet je dit zien als honderdduizenden. En daarvan dus 2%. Dus dat is een heel klein stukje geleden. Ja.
toen begon de westerse bewoning van Europa. In het allerlaatste stukje. En voordat er dus al enige activiteit was met het verbranden van koolwaterstoffen en alles wat erbij hoort, vliegtuigen, auto's, treinen en zo, was er al sprake van zo'n golfbeweging in de temperatuur. En kijkend naar de periodiciteit, dus dat het ongeveer 100.000 jaar is en dan komt hij weer. Ja, we hadden dus 100.000 jaar geleden, volgens die jongens en meisjes van Vostok, hadden we dus een piek. En mocht je dus verwachten dat het weer inmiddels een beetje tijd was voor een nieuwe piek, aangezien die pieken elkaar opvolgen met een tempo van ongeveer 100.000 jaar. Ja, dat is alles. Nou, het zou dus kunnen dat het dan de komende tijd, dus de komende 100.000 jaar, dat dan de mondiale temperatuur in elkaar gaat zakken. En dan gaan we dus mondiaal er een graadje of 7 op achteruit. Maar dat is niet per morgen, dat is dan over een periode van 100.000 jaar. Pak weer even die lineaal erbij. Kijk, die onderkant, zie je dat? Die hele onderkant is ongeveer van hier ongeveer. Hè? Nou, als je dan kijkt daar op de ding, dan is het, dit is 0, dit is dan min 5 en dit is dan ook weer min 10 of zo. Nou, dit is dan min 10, dus dan zit je op min 7. Ja, dan wordt het ten opzichte van nu, hè, waar we nu zitten, dan zeg maar op 0. Dit gaat over de relatieve variatie, hè? Als we dat nu op nul stellen, dan wordt het over 100.000 jaar wordt het 8 graden kouder. Ja. Nou, that's it. Volgens Wikipedia. Ja. En dan kan jij dan een enorm paniekgevoel bij krijgen. Maar dan is er wat mis met jouw gevoel. Want als je naar deze grafiek kijkt, dan hoor je daar helemaal geen gevoelens bij te hebben. Dan hoor je alleen maar te denken van, als het zo is, ja, het zal wel. Dat verklaart een hele hoop. Ja, de zeespiegel is aan het stijgen. Dat staat vast met 1,7 mm per jaar. En dat is helemaal niet erg. Daar kunnen we makkelijk tegen. Dus ik had vandaag mijn tante aan de lijn en die is ook niet gek. En die zei van er was op een van die eilanden, Vlieland of zo, een of ander hek. Ja, zei ze, ik kan me herinneren dat hek toch echt wel een eindje boven de zeespiegel uitkwam. En het staat nu zo'n beetje onder water. En ze zeiden gelijk achteraan, maar dat kan ook komen doordat de bodem aan het bewegen is. Ja. En mijn tante zei ook van die winters die we hebben meegemaakt in Nederland, dat je bijna elk jaar vaste prik kon je gaan schaatsen. Ja, dat hebben we al heel lang niet meer meegemaakt. Maar kijk, mijn tante is nu, mijn oud is 16 jaar ouder dan ik of zo, dus 76 denk ik. Zo'n beetje. Ongeveer. Pak een beet. Ja, is er niet heel veel. Het is niet heel veel tijd. Ja. Toen zij een jaartje of 10 was, toen hadden we hele koude winters. En had je ook die Elfstedentocht. En Evert van Bentum of zo heette die toch. En die won hem dan. Ja, die tijd is voorbij. Daar hebben we geen last meer van. Maar dat zegt niks. Dat kan dus weer terugkomen. En je mag gaan verwachten dat tussen nu en 100.000 jaar, dat er weer voldoende Elfstedentochten gaan komen. Daar hoef je geen zorgen over te maken, denk ik. En er is iets aan het veranderen met het klimaat. Maar
Ja, je hebt het net gezien, het klimaat verandert. Dat is heel veranderlijk. En komt het nou door die menselijke activiteit? Nou, de afgelopen 400.000 jaar, dat heb je net gezien, dat had niks te maken met menselijke activiteit. Dus het hoeft niks te maken te hebben met menselijke activiteit. Maar nu is dan de vraag, zou het kunnen? Nou, dan kijken we nu naar iets en dat heet absorptie. En dan gaat het over de absorptie door koolstofdioxide van licht. En daarin wordt aangegeven dat CO2 dat absorbeert infrarood van een aantal frequenties, namelijk 2,7, 4,3 en 15 micrometer. Een micro is een miljoenste meter. Nou, dat wordt geabsorbeerd door koolstofdioxide. Dat is dus warmte die geabsorbeerd wordt. En daarmee kan je zeggen vastgehouden wordt. En dat is dan 8% van de straling. Dus 8% van de warmtestraling van de zon wordt door CO2 geabsorbeerd. Ja, dat moet je even in gedachten houden. En dan komt deze fraaie erbij. Dat één molecuul carbon dioxide, de CO2, wordt omgeven door 2500 luchtmoleculen. Nou, 2500, dat bestaat niet echt een luchtmolecuul, maar lucht bestaat voor 80% uit stikstof en voor 20% uit zuurstof. Dus 2500 van die luchtdingen. En alleen CO2 absorbeert 8% van het infrarode deel van het zonlicht. Alleen dat CO2-molecuul. En dat CO2-molecuul is omringd met 2500 andere moleculen die dat helemaal niet absorberen. Nou, wat kan er dan warm worden? De lucht? Want als de lucht warm wil worden, dan moeten al die 2500 moleculetjes warm worden. Maar er zit dus één warm moleculetje tussen 2500 en koude moleculen. En die warme molecuul die is warm geworden van 8% van de zonne-energie-dingenstraling. En dan moet jij eens even op een zomerse dag, als dan de zon schijnt, en jij zit achter glas, en dan krijg je het ook zo lekker warm, toch? Ja, jij absorbeert dan zoveel als 100% van het zonlicht qua warmte. Bijna 100% absorbeer je dan. En koolstofdioxide absorbeert maar 8%. Zo. En je kan je wel voorstellen dat als jij achter glas zit, dan zie je lekker te genieten van het zonnetje, en iemand zou dan een filtertje over dat glas spannen, zodat nog maar 8% van de zonnewarmte doorkomt, dan heb jij het plotseling helemaal niet meer zo warm, of wel? 8%, dat scheelt nogal, dat scheelt een factor 10. Dus, als wij dat experiment gaan doen, kan je er zeker van zijn met deze kennis, theoretische kennis is dat dan, hè? Achter de hand, je kan er zeker van zijn dat ons experiment gaat lukken. Dat wordt echt geen enkel probleem. En dat wordt ontzettend lachen. Want we gaan het voor elkaar krijgen. En mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, die gaat het allemaal netjes filmen. En ik zorg voor een leuke website. En al die gegevens erop. En jullie gaan allemaal zorgen op social media dat je oom en je tante en je neef en je nicht, je gaat iedereen gek maken. Het moet allemaal die link gaan sharen. En binnen no time wilt heel Nederland weet het. En Geert Wilders ook. En dan gaan we aan het klimaatakkoord van Parijs vragen we al het inleggeld vragen we terug. En de Europese Unie vragen we al dat geld terug. En al dat geld dat gaan we dan verdelen onder de geldbehoeftigen in Nederland. En ik hoef geen geld, want ik ben niet geldbehoeftig. Maar er zijn vast wel mensen die een centje kunnen gebruiken. Gaan we iets anders leuks doen? Maar kijken.
Maar als je al die onzin aan het Parijs klimaatakkoord niet hoeft te betalen, nou, dan hou je toch wel een leuk duitje over, dacht ik. Hé. Oh, dan kunnen we daar. Dat is wel leuk, ja. Dan gaan we daar de vervolging van Joris Demmink van betalen. Joris Demmink moet er aangepakt worden. Dan maken we een fonds voor sociale misstanden. We betalen niet meer aan Parijs. En wat we aan Parijs zouden gaan betalen, dat gaat naar het fonds sociale misstanden. Gaan we Joris Demmink vervolgen. En gaan we alles eventjes goed uitzoeken hoe het nou zat met die toestand van Marianne Vaatstra. Henk J. Maus wordt uit functie gezet. Ja, die officier van justitie, die pakken we ook en passant even aan. Ja, dan kan ik wel weer een websiteje voor maken dat mensen aan kunnen geven wie ze graag aangepakt willen hebben met al dat geld dat vrijgekomen is omdat we niet meer meebetalen aan het klimaatakkoord van Parijs. Het is toch onzin. Dan waarom zou je geld uitgeven aan onzin? Dat is er nergens voor nodig. Toch? Nou dan. Ik vond het wel een heldere en een mooie toevoeging op die, die mooie beschouwing. Of net als die nieuwsuitzending voor die, die CO2-toestand. Ja? En op zijn hamburgers zeg ik dan tegen jullie tjus en dag lieverds.